Vandaag is het Wereldboekendag. Maar volgens mij hebben we al een keer een boek getekend. En er is nog iets veel iets leukers. Het is vandaag ook Duits Bierdag. Nou, lekker op het terras met zo'n Duitse pint. Laten we zo'n Duitse pint gaan tekenen. Doe je mee? Oké, een Duitse bierpul. Even kijken hoor. Laten we eens beginnen met de lange zijde. Zo, en dan die voet, zeg maar. Of tenminste, die onderkant van het glas. Het is eigenlijk een soort groot vierkant. Een beetje een ronde hoek. Nou, het schuim. Er zijn gelijk wat druppels langs dat glas lopen. Ik zie wel dat ik mijn stift... Dus kijken of ik weer nog nieuwe stiften heb. Goed, het oor aan het glas. Dat is best een flink oor. Hè? Het is natuurlijk wel eventjes een liter bier dat je vast moet houden. Dus zo. En dan heeft zo'n bierglas heeft van die ronde stippen in dat glas zitten. Het zijn eigenlijk... Een stippenrelief zit er in zo'n glas, zo'n Duits bierglas. Dus laten we dat dan ook maar gelijk tekenen. Zo. Zo. Iedereen ziet nu al wel dat het een bierglas moet voorstellen, denk ik. Een rand van een glas. Nog een stip. En ja, dan noemen we nog een reflectie erin. Aan de onderkant zo'n beetje. En in het oor. Zo, en dan misschien ook in die bolletjes een beetje, zo. Beetje lichte reflectie en schaduws. Oh ja, de bolletjes aan de andere kant, die zie je ook nog een beetje er doorheen schijnen. Andere kant van het glas. Ja, wat schaduwpartijen van de reflectie. Zo. Ja, ik denk dat we zo een aardig bierglas hebben. Kijk, kunnen we nog wat gaan wat bijwerken. Oh ja, de schuimkraag. En dan, ja, dat onderste gedeelte is natuurlijk geel. Het zou kunnen geel, donkergeel kunnen kleuren met een stift. En we kunnen het ook even asseren. Om het meer het effect te krijgen van, hey, dat is donkere vloeistof. Zo. Een schaduwpartijtje onder het glas, zo. Ja, ik vind het er nou wel echt al uitzien als een Duitse bierpul. Zo, nog extra reflectie zo erin. Voilà. Nou, ga zelf aan de slag en dan zie ik jullie morgen in de volgende video.